Land bobt. Het schijnt 5 minuten te duren voordat ik iets mag zeggen. Maar welkom weer bij een volgende aflevering van de 300ste aflevering van Perry's nieuwsuitzendingen. Deze keer zijn we bij de aflevering 300F aangekomen. Ja. En dat gaat over communisme. Ja. En Perry, wat vind jij nou van het communisme? Ik vind het geweldig. Slecht. Oh, ja, kijk, dat is altijd eventjes wachten voordat je je eindoordeel geeft. Ja, want het moet wel humoristisch blijven namelijk. Ook, ja. Ja, nee, maar ik vind namelijk het communisme ook fantastisch. Ja. Verzonnen. Dus altijd even een tijdje nemen van wat vinden wij van het utopisme eigenlijk? Utopia betekent nergens huizen, hè? Dat weet ik niet, maar ik bedoel... Utopia is een huis of een stad, nee, maar... of gemeente. En utopie betekent niets. Niet dat. Oké. Ja. Nee, maar ik weet iets van het communisme is een experiment. Van hoe gaan we om met de menselijke sociale waarden in een... het communisme doet me een beetje denken aan Muistopia. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Muistopia. Ja, je hebt het verhaal verteld, ja. Maar goed, daar had ik het in die uitzendingen die ik het erover gehad heb, niet over. Ik had het over de echte experimenten met mensen. Niet met muizen, maar met mensen. Oh, met mensen. Ga verder. Communisme. Ja, dat is in Zuid-Amerika uitgeprobeerd door de Jezuïeten, de katholieken natuurlijk weer. Degene met de beste boten. Ja, nou, hoe... Ja, die hebben dat daar de eerste... Hoe heet die? Che Guevara. Nee, voor die tijd. Ik heb het over de 16e eeuw. Oh, de 16e eeuw. Ja. Maar toen wilden ze iets heel anders. Toen wilden ze gewoon het katholicisme gewoon opleggen aan de Indianen. Daar is het communisme... Dat heeft dus niks met Che Guevara... begonnen. Nee, maar ik bedoel, heeft dus niks met Che Guevara te maken. Precies. Ja. En Che Guevara is toch een boegbeeld. Ja, is toch een boegbeeld van het communisme. Want die wilde dat in Cuba en in Zuid-Amerika. Ja, ik heb het voor die tijd al. Oh, Zuid-Amerika is totally effed. Hoezo? Ja man, ga er maar naartoe. Ja, dat ze kapitalistisch zijn, dat wist ik al. Hé, hey, communistisch. Ja, maar dat zijn ze niet in Zuid-Amerika. Wel. Dat wilden ze in Zuid-Amerika. En Che Guevara wilde dat hartstikke hard in Zuid-Amerika. Maar in Zuid... Ja... Hey, en Venezuela misschien. Dat is ook geen communisme. Hoe zijn het communisme begonnen dat zijn? Dat is gewoon... Dat was op instigatie van de paus met zijn Jezuïeten. Dat was dus na Luther. Dat was in de tijd van de Contra-reformatie. Hebben ze de boel verdeeld tussen de Portugezen en de Spanjaarden. Die kregen allemaal boten en neem die meuk over... Wat ze gedaan hebben daar is allemaal... Ze hebben de beste gronden uitgekozen. Hekken eromheen gezet. En tegen mensen gezegd... Je mag hier werken voor een goed onderdak. En dan krijg je eten en la 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 la. Uiteindelijk hebben ze die mensen zelfs klokken laten maken. En die klokken die namen ze terug. Ja.
en naar Europa en de goud geld verdient, man. De truc is, het gaat gewoon over vrijwillige slavernij. Ze kwamen er. Vrijwillige slavernij. Ja, dat is communisme. Oh, dat is communisme. Ja. Vrijwillige slavernij. Ja. Oh, nee, ik zeg niet dat je uit je nek zit te lullen, hoor. Want misschien komt het daar wel op neer. Hè, dat je vrijwillig al die rechten opgeeft. Ja, want weet je het gek? Want die stukjes die hem leuk waren, hadden ze van tevoren ingepikt. En dan heb je een beetje soldaten nodig. Kijk, communisme is ook niet zo ongewelddadig als je het een keer denkt, hoor. En je moet natuurlijk regelmatig het kapitaal van Marx lezen. Net zoals dat christenen de Bijbel moeten lezen. Moeten communisten regelmatig het kapitaal lezen van Karl Marx. Heb jij het ooit gelezen? En als gelezen? Ik dan terug wil gaan naar punt... Het kapitaal? Nee. Ik ben ook geen communist. Nou, dat boek Das Kapital, dat heb ik dus voor mijn katholieke... Want ik ben dus ook bij de katholieke universiteit geweest, hè? Ik ben niet alleen landbouwkundig ingenieur, ik ben ook bij de jezuïeten geweest. En daar moest ik het... Je bent voordat je naar Wageningen ging, waar ging je dan heen? Oh, nee, voordat ik naar Wageningen ging, dat was de professor Dr. G. Heijmans College in Groningen. En daarvoor het Snellius dinges in Amstelveen. Het was toen ik... Je bent helemaal van Amstelveen naar Groningen, ja. Naar Wageningen. Ja, en toen naar Nijmegen. Je bent geschopt. Ja, en toen naar Nijmegen. Ook nog naar Nijmegen. En dat kostte klauwen mijn geld, man. Ja, dat kan ik me voorstellen. Jeetje kreetje. Nee, maar goed, als je wil studeren, dan kun je gratis studeren. Ja, dat kan. Nee, ik kon. Ja, het heeft me echt geld. Ik had dat geld ook uit kunnen geven aan 3 maanden per jaar op vakantie naar Ibiza. Heb ik niet gedaan. Wat zeker gekund. Had je misschien nog wel meer van geleerd dan het uitgeven aan een scholing? Ik heb er heel erg veel van geleerd. Maar niet over communisme in ieder geval. Yep. Dat wat er aan de grondslag ligt. Want communisme is toch gewoon een tijdverspilling. Ja, en levensgevaarlijk. Misschien nog wel gevaarlijker dan het volgende punt op jouw agenda. Wat ik ook al heel erg gevaarlijk vind, hoor. Ja, dat mag best. Even terug om in te haken. Het Bijbel. Ik werk even toe aan een afsluiting. Hè? Het communisme, dat staat gelijk aan fascisme of aan democratie of wat heb ik nog meer? Niet aan anarchie. Het communisme vindt dat alle productiemiddelen in handen moeten zijn van een overheid. Onzin dus. Lijkt me. Want alle productiemiddelen moeten in handen zijn van de mensen die er iets mee doen. Yep. Nou, dan zijn we eruit, toch? Dat lijkt me ook. Nou, wil jij nog wat zeggen ter afsluiting? Nou, iedereen prettige voortzetting. Ja, hier zijn we uit in ieder geval. Ja, dat lijkt me ook. En op zijn Hamburg zag ik proost. En dag, lievers.